Ja, er is er wat nieuws rond de selectie. Er komt een nieuwe speler aan komend seizoen, Marijn uit Fortuna 2. Er zijn wat mensen die stoppen, die hebben we gesproken. En er komt een heel leuk trainingskamp richting Barcelona. Dus bij deze de nieuwsflits. Ja, Marijn, jij bent de nieuwe aanwinst van Avanti 1 komend seizoen. Ja, dat klopt. Ja, super veel zin in. En mooie uitdaging, een mooie stap voor volgend jaar. Dus het moet helemaal goed komen, denk ik. En waarom ben jij een aanwinst voor Avanti 1? Of twee natuurlijk. Ja, dat is normaal afwachten. Ja, we gaan voor één, maar een aanwinst. Nou, ik denk dat ik wel een bepaalde vibe kan brengen in een team. Snel, dynamisch en allrounder. Dus in principe moet ik op alle vlakken wat te bieden hebben voor Avanti. Ja, vorig jaar kwamen Angelo en Tom hierheen. Hè? Die hebben eigenlijk bij jou een team gezeten in Fortuna A1. Die zeiden van ja, wij gaan gewoon voor één. Ben jij ook zo zelfverzekerd? Ik wil wel echt voor één gaan, dus ik hoop gewoon die plek te kunnen opeisen volgend jaar. Wat zijn jouw sterke punten? Ik denk dat ik door muren kan gaan en nooit zal opgeven. Ik denk dat ik een sterke rebounder ben die ook nog zijn doelpunten meepakt. En her en der denk ik dat ik in de verdediging wel mijn steals meepak, zeg maar. Ja, want van oorsprong kom jij wel uit de opleiding van Fortuna, zeg maar, of kom je bij een andere club ook vandaan? Nee, ik heb eerst nog bij Detos gespeeld, tot aan het eerste jaar A. En toen ben ik in het tweede jaar A ervoor gekozen om bij Fortuna te gaan spelen. Ja, nieuws. Marijn komt volgend seizoen Avanti even sterken. Die stond waarschijnlijk in jouw contactenlijst. Marijn staat in mijn contactenlijst, dat sowieso. En of hij het eerste komt, dat moet hij zelf gaan bewijzen. Dat is natuurlijk wel het doel voor hem. En wij zien hem ook wel als een speler met de potentie daarop, ja zeker. Ja, waarom? Ja, Marijn past goed in het spel wat we willen spelen. En Marijn is heel allround. En ik denk met zijn kracht en zijn reboundkracht gaat hij ook zorgen voor wat wij nodig hebben. Aanvallen verlengen en meer doelpunten. En hij kan en goed rebounden en scoren. Dus ik heb eigenlijk wel hoge verwachtingen ervan. Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Marijn, Angelo, Tom heb jij eigenlijk allemaal een beetje binnengesleept. Heel eerlijk, zitten we een beetje op paniekpost te wachten. Dus ben je die ook aan het bellen? Nou, sowieso binnengesleept, dat doe ik niet op persoonlijke titel. Want het zijn spelers die voor zichzelf dit pad ook zien als goed. En stel dat ik er niet zou hebben gezeten, dan denk ik dat ze en zouden gevraagd zijn en ook zouden zijn gekomen. Ik hoop dat het een beetje positief meespeelt dat ik hun coach ben geweest in hun beslissing. En jouw vraag over Aniek Post, daar zijn we niet mee bezig. Want die moet volgens mij heel hard doorontwikkelen richting Fortuna 1. Dus die moet denk ik lekker daar blijven. Ja, zijn er nog andere spelers of posities waar jullie mensen voor zoeken? Ja, we zijn sowieso bij de mannen rond. En bij de meiden moeten we kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ik denk dat de kans groot is dat we gewoon de selectie helemaal intact houden zoals die nu gaat staan. En heel misschien komt daar nog verandering in. Ja, want mijn inside information is wel dat er een hoop dames uit de tweede toch wel misschien stoppen. Heb je daar dan geen last van misschien? Ja, het is inderdaad wel dat we wisten al best wel vroeg van de dames inderdaad die stopten. En we moeten heel veel groot gaan kijken hoe we dat gaan aanvullen. Omdat vanuit de A1 komt er eigenlijk niemand door. In ieder geval niet op leeftijd. En je wil ook niet per se mensen doorschuiven om gaten te vullen. Dus we zijn wel goed met de TC in gesprek om te kijken van joh, hoe geven we daar goed invulling aan. Om iedereen op zijn juiste niveau te laten spelen. En vooralsnog is het in ieder geval niet het doel om dames vanuit de A1 vervroegd over te halen bijvoorbeeld. Ik weet niet of het de eerste dag is dat je hier bent bij Avanti. Wat vind je ervan? Het is niet mijn eerste dag bij Avanti. Ik ben wel vaker geweest kijken bij Angelo en Tom. Supergezellig. De sfeer, de complex. En dat ligt er mooi bij. Dus, zin in? Ja, superveel. Ja. Hey, jullie gaan komend seizoen, hè, de voorbereiding van het seizoen, is er altijd een trainingskamp. Dat gaat naar de Hutte, Flutte, Kutte, Meugde of iets dergelijks. Maar komend jaar gaat het naar Barcelona. Ja, zo is dat inderdaad. Ja, die Hutteheugde die hebben we overgeslagen. We gaan naar Barcelona in november. Dus dat is heel leuk. We hebben daar contact gelegd. We gaan daar een oefenwedstrijd spelen. We willen ook wat terug doen voor het korfbal daar. Dus we gaan ook een clinic geven aan de Spaanse jeugd. Ja, en we willen daar ook heel veel plezier gaan maken. We gaan begin november weg en we gaan voor 4 dagen. En daar kijken we allemaal enorm naar uit. Ja, nou heeft een club natuurlijk altijd te weinig geld. En de spelers hebben ook niet zin om er overal voor te betalen. Ik begreep dat jullie een beetje acties op gaan zetten om wat geld in te zamelen.
Zo is het. Dus ik zal jou in ieder geval dadelijk even een tikkie sturen. En verder zijn we wel verschillende initiatieven aan het nemen. We vinden het belangrijk dat de spelers daarin ook initiatief nemen om iets te doen richting de club of met de club. Dus even als voorbeeld, er komt binnenkort een diner wat wordt verzorgd door de selectie. En dan kunnen de leden van Avanti of leden van daarbuiten kunnen daar betaald voor eten. En dat geld gaat dan inderdaad richting een trainingsweekend. Ja Koen, Rick van den Blink heeft aangekondigd te stoppen, maar ook Koen Ruigrok is er klaar mee. En toch ook wel een gezicht die al wel lang binnen de selectie zien. Vertel. Ja. Ik zit 10 jaar nu in de selectie, heel veel dingen meegemaakt. En... echt super leuk en een voorrecht om in de Avanti selectie te mogen spelen zo lang. Echt heel veel leuke dingen meegemaakt. Ooit gestart in reserve tweede klasse met het tweede en eerste klasse met het eerste. En als je ziet waar we als vereniging staan nu, dat is absurd. Ja, dat klinkt allemaal heel leuk, maar waarom wil je dan stoppen? Het is 2 keer in de week anderhalf uur trainen. En je bent eigenlijk standaard gewoon altijd elke zaterdag ben je bezig met korfbal. Je stelt je vakanties uit, je bouwt het eromheen. Het begint een beetje met elkaar te botsen. En mijn lichaam is ook nog wel, is nu nog wel in orde. Maar ik merk wel dat ik kleine pijntjes overal heb. En denk, ik heb geen grote blessures gehad. Misschien is het wel mooi zo geweest. Ja, dames, Koen Ruigrok, ook Maaike Noorlander en Lisanne Bosma, die stoppen. Ja, dat klopt. Dat heb je goed gehoord. Waarom is dat? Waarom is dat? Ja, na wat jaren in de selectie te hebben gespeeld, voelt het voor mij nu als het einde. Ik heb al wel een aantal jaren gehad dat ik er een beetje tegenaan loop, moet ik eerlijk zeggen. En nu ben ik benieuwd hoe het leven is zonder korfbal. Ja, maar geen wilde plannen of zo? Geen wilde plannen, nee. Nog niet in ieder geval. Ik wil gewoon vooral heel graag weten hoe het is. Een weekendje niet vast helemaal verplicht zitten aan heel de zaterdag korfbal. Ik ga kijken hoe het loopt. Ik ga proberen andere dingen te doen en... gewoon verder kijken. Ja, Maaike, jij hebt wildere plannen, hè? Ja, klopt. Ja, ik ga naar Australië en Azië. Dus ik ga 9 maanden reizen. En als ik het leuker vind, dan blijf ik langer. En als ik het niet leuk vind, dan kom ik eerder terug. Maar ik ga ervan uit dat ik het heel erg leuk ga hebben daar. Ja, nou zou je zeggen dat reizen kun je altijd nog doen. En de korfbal op een gegeven moment misschien niet meer? Nee, dat is het niet. Dus ik ga eind juni afstuderen, hoop ik. En in oktober vlieg ik en dat is nog een beetje het moment dat je nu nog geen verantwoordelijkheden hebt. Dus ik wil eigenlijk die kans graag pakken en gewoon doen, dromen achterna gaan. Het heeft me eigenlijk altijd wel een beetje tegengehouden van studie, korfbal. Ik had eigenlijk een beetje te veel dat ik dacht van het is nog niet echt het goede moment. En nu kan het nog. Ja, nou ga je op zoek naar het leven naast het korfbal of na het korfbal. Ja. Hoe zie je dat voor je? Ja, ik ben nog best wel een beetje blanco in, dus ik moet dat toch gaan vormgeven. Maar ik zie het wel voor me dat ik in ieder geval vaak hier zal zijn alsnog. Gewoon als het lekker weer is zoals vandaag, dan denk ik dat ik lekker kon kijken. Maar gewoon wat meer wanneer het mezelf uitkomt, wat flexibeler. Zijn jullie nog gemotiveerd genoeg om dit seizoen dan uit te spelen of ben je met je hoofd al een beetje op vakantie? ik denk dat zeker. Ik zit er heel vaak over na te denken van wat ik daar allemaal ga doen. Maar ik ben wel gewoon gemotiveerd om verder te gaan. Ja, tuurlijk. Je wilt het gewoon leuk afronden. En het is ook niet... Ik ga het ook hartstikke missen, dat weet ik zeker. Dus ik vind het ook jammer. Maar ik bedoel, ik ga op reis en daarna ben ik er gewoon weer terug. En dan zie ik dan wel weer. Het is niet... Het is nu, ik sluit het nu wel af. Dus... Maar ik moet nog even kijken hoor. Dit betekent dat er ook nog een kans is dat je na je reis gewoon weer gaat korfballen? Nou, dat weet ik niet. Dat zie ik dan wel. Eerst andere dingen. Zijn jullie dan, als je terugkijkt op je tijd als korfballer, ben je dan tevreden met wat je hebt bereikt bijvoorbeeld? Bereikt? Ja. Nee, ik ben wel gewoon tevreden over het allemaal gegaan. Er zijn minder leuke jaren geweest, zijn leukere jaren geweest. Ik vind wel dat ik nu een leuk jaar afsluit. Gewoon positief, gewoon een leuke groep, gezellig met elkaar. En, ja. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. Ja, nou ja, ik denk dat jij dat wel in kan vinden bij mij toch? Dat we daar wel een beetje op één lijn zitten. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. Ik ben wel heel erg benieuwd. En ik moet zeggen, wat ik zei, ik heb al een aantal jaren dat je dan erover twijfelt. In de zaal heb ik het dan ergens midden in de zaal besloten. Eigenlijk heb ik juist daarna met nog meer gewoon rust lekker nog gespeeld. Ik kijk ook gewoon juist wel uit nog naar de laatste wedstrijden. Ik geniet er gewoon nog van. Ik ga er gewoon nog wat van maken. Bedankt voor het kijken weer. Vergeet ook niet te abonneren. Tot slot wil ik jullie allemaal uitnodigen voor 1 juni. Hier bij Avanti is dan de afsluitingsbarbecue. Dat is allemaal na de laatste thuiswedstrijd van
Avanti 1, maar ook van Rick van der Blink. We hebben de kampioenenparade. Tijdens de barbecue loven we de Avanti Awards uit. En als je echt, ik kan me niet voorstellen, maar Champions League nog wil kijken, kan dat ook hier. 1 juni, schrijf me in je agenda, moet je hier zijn.